Hallo iedereen, vandaag ga ik laten zien hoe jullie eigenlijk je e-mailadres kunnen veranderen op de PlayStation 5. Het is heel erg makkelijk en laten we aan beginnen. Eerst wel, wat jullie moeten doen is naar instellingen gaan. En wanneer dat jullie naar instellingen gaan, moeten jullie naar gebruikers en accounts. Van hier gaan naar account en daarna gaan naar aanmeldings-ID of e-mailadres. Dus hier kunnen jullie eigenlijk jullie e-mailadres wijzigen. Maar ik ga hier nu niet op klikken. De reden waarom is, ik ben een video aan het uploaden en ik wil mijn e-mailadres eigenlijk privé houden. Maar hier, wanneer jij erop drukt, zult jij je eigen e-mailadres zien en kunnen jullie zelfs jullie e-mailadres veranderen. En ja, dat is ook gewoon zo gemakkelijk. En wanneer dat jullie die e-mailadres veranderen, moeten jullie ook wel een. E-mailadres uh, accepteren of zo. Dus jullie krijgen zo'n e-mailadres op die nieuwe e-mail dat jullie hebben ingevuld en daar zet je van: ja, oké, okay, dit ben ik en daarom ben ik helemaal klaar. Dus dat is heel erg makkelijk en jullie kunnen dit ook zelfs doen als jullie inleggen op PlayStation Network. Dus als jullie een GSM hebben, een mobiel of een laptop, PC, kunnen jullie gewoon daarop. En zoek gewoon op PlayStation login. En daar kunnen jullie zelfs ook jullie e-mailadres veranderen. Heel erg gemakkelijk. Dus dit was gewoon de video. Ik wil even laten zien hoe jullie gemakkelijk e-mailadres kunnen veranderen. En jullie kunnen ook me gewoon hier toevoegen. Zoals jullie zien, mijn naam is Kiri. Zoek gewoon op en komt er gewoon zeker op. En jullie kunnen mij volgen op Twitter en Instagram. De link is in de beschrijving. En leave een comment, like. Als jullie vragen hebben of dingen zoals dat, kun je altijd beneden achterlaten. En ook, wat wil ik nog zeggen, vergeet niet te abonneren en liken. Dat zal me eigenlijk verder helpen om veel meer video's te produceren en veel meer mensen te helpen. Dus bedankt om het kijken en tot ziens.